Daar ligt een dak overheen. We hebben drie tuinstoelen opgelegen. Hey, dit gaat echt helemaal nergens over. Dit gaat echt helemaal nergens over. Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag is het tijd om te luisteren naar een van jullie suggesties. Want als we even kijken naar de topcomment onder een van mijn laatste video's, dan zien we staan: misschien kun je ook eens video's maken over de rijdende rechter. Dat is een Nederlands programma waarin buren de gekste ruzies ooit hebben. En ik zeg jullie heel eerlijk, ik heb van dit programma gehoord. Ik weet ook ongeveer waar het over gaat. Ik heb kleine fragmentjes gezien. Maar ik heb eigenlijk nog nooit naar dit programma gekeken. Nog nooit de aflevering dan, zeg maar. Dus vandaag gaan we inderdaad kijken naar de gekste burenruzies. En we gaan gewoon gelijk beginnen. Dus de oortjes in en let's go. Oh ja, als jullie trouwens nog meer dingen hebben waarvan je denkt, hey, Hanwee moet dit echt zien, laat het dan zeker achter in de comments, want ik lees die. Oké, nou, ik zal het probleem even heel kort schetsen voor jullie. Deze buren hebben een hele kleine schutting en deze buurvrouw heeft een camera opgehangen, die dus ook de tuin van de andere buren filmt. En ja, dat is zeg maar het hele probleem. Duidelijk. Ja, het is normaal, als ik hier rondloop, dan kan je ook naar de overkant kijken. Dat is een ding wel logisch, heb ik mijn ogen voor. Dat heb je zo laag. Dat hij er zelf zo overheen kan plassen. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar het is wel zo. Oké, wacht. Misschien ben ik heel dom of zo, hè? Maar is het dan niet gewoon een idee om het hekje te verhogen? Wauw, als dat uiteindelijk de oplossing blijkt te zijn, hè? Ik heb nooit geen problemen met ze gehad. Ik heb ze uitgenodigd op onze bruiloft van vorig jaar. En meneer, we hangen de camera neer. En pats. Het is afgelopen. Ja, eerlijk gezegd snap ik dat ook wel. Ik zou het ook niet chill vinden als mijn buren een camera op mijn tuin zouden richten. Nee, dat is niet chill, nee. De muur is aan het scheuren. Ik heb dus voordat de voegen eruit komen. En de muur staat scheef. Die is aan het duwen. Oh, wacht. Hey, ik zei iets heel doms. Het ding is dus, de ene buur woont een stukje hoger. Rijdende rechter, wij eisen dat de camera's blijven hangen. Ja. Ook de domecamera en de echte camera. Nou, rijdende rechter... Wij eisen dat de camera niet op onze grond gericht wordt. Ben ik de enige die dit zo heel geforceerd en robotachtig vindt? Rijdende rechter, ik eis dat de mensen die deze video kijken op mij abonneren. Zo, maar dat komt toch niet oprecht over? Maar ja, misschien is dat een dingetje van dit programma of zo. En ik trouwens wel echt abonneren. Ja, wel echt doen. Thanks! Dat de aanhanger verwijderd wordt. Weggaat. Ik dacht nog, hey, ze gingen mooi synchroon praten. Nee, ging niet helemaal simpel. Wat kunt u bijvoorbeeld zien, stel dat u het zou willen? Als ik, ja, alles gewoon. U kunt alles van hun in de tuin. U kunt ze bij wijze van spreken van naar buiten gaan, helemaal tot bewegen in de tuin. Kunt u alles. Allemaal zien. Ja, maar daar tegenover staat weer dat hun kunnen alles van ons zien. Ken jij ook? Je zit de halve tijd op het keukendak, op met je lange ladder. Kan je ook bij ons over de hof kijken. Maar je bent met de telefoon bij thuis geweest en je hebt hem eventjes laten zien wat je van ons allemaal kon zien. Maar je hebt er wel achter gezegd, maar dat doe ik niet. Nee, dat doe je niet. Kom, ik zei uit, Ronnie. We wonen 40 jaar naast je. Ik kan een boek over je schrijven. Maar we hebben het altijd onderling uitgevochten. Ja, ik ken het ook. Ik ken ook een heel boek waar ik over jullie schrijf. Als ja? Ik wil het de ruimte hier. Ik wil het weg. Als het zo doorgaat, wilt hij weg. Ja. Stap ik op, ga ik weg. Ga ik naar huis. Ga ik naar de auto en blijf ik er ook in zitten. Kom er ook niet meer terug. Dan zit je ook goed. Nou, je moet je bek dicht houden. Ja, nee, laat het even rustig. Oké, maar het was toch dit rustig? Ik snap het niet. Ja, we hebben de auto door blijven gaan. Ga weg. Het is gewoon letterlijk een normale discussie. Ja, ik ga niet. Nee. Ja. Nee. Kijk maar. Dat doe ik ook. Daar. Kom, weg. Nee, ga weg. Nee, blijf. Ik ga hier staan. Ik ga hier staan. Ik niet. Waar slaat dit nou weer op? Ga weg! Ik ga hier staan! Ja! Hij is letterlijk 1 meter naar achter gelopen, wat? Waar slaat dit nou weer op? Meneer zegt, ik wil even weg, want ik kan mezelf even niet meer beheersen. Nee, dat is allemaal showspielerij. Nou, showspielerij? Dan kom maar eens hier. Wat? Eerst gaat hij weg. Ik weet niet eens waarom. Nou, vervolgens loopt hij 1 meter erachter. En niet eens 10 seconden later zegt hij... Ja, kom hier dan. Kom hier. Bro, je bent net weggelopen. Waarom weet je nu weer dat ze komen? Wat? Ik denk dat dit nog wel een interessante aflevering kan worden. Het zou niet misgegaan zijn als hij Ron niet had bedreigd. Al de allereerste moment met van de camera. Oké, ik wil misschien niet te vroeg oordelen. Maar persoonlijk denk ik dat het de schuld is van de kleine man. Ik moet gewoon kleine man. Oké, is makkelijker. Oké, en nu hebben ze dus een expert erbij gehaald. Die even gaat kijken wat je precies met die camera allemaal kunt zien. Even kijken wat de situatie is. U wilt graag het beeld zien wat er mogelijk is met dat ding. De kant van de buren. Een scherp beeld. Ja. Wacht. Dus dit is aan de voorkant waar auto's staan geparkeerd op de stoep. Ja. Wacht. Is hier nou een expert voor nodig? Je kan toch gewoon letterlijk die camera draaien en dan zie je wat je ziet. In principe neem ik bijna de hele tuin van de buren op. Je kan het dan achter bij het poortje. Dan wil ik nu graag de muur zien waarvan u zegt dat er schade is. Wijst u maar aan.
daar. Precies boven het beeldje ziet de barsten van de stenen, die zijn al doorgebroken. Ik zie de barst. En die hingen in feite een beetje zo, van al die jaren. Mag ik u heel even? Van die druk. Meneer, ja. Als mevrouw vertelt, dan wendt u zich helemaal af. Mm. Dan onttrekt u zich daaraan. Is het, waarom is dat? Ja, vanwege dat wat er voorgevallen is. Dus, kunt u wel luisteren? Ik luister wel. Maar... U luistert wel. Maar, maar is het omdat u zo min mogelijk met haar te maken wil hebben? Dat u zich helemaal afkeert en... En net alsof je er niet bij bent. Deze guy is zo raar. Ik zit gewoon naar een rustig gesprek te kijken tussen deze twee personen. Gewoon super rustig. Bleek dat deze guy zich gewoon helemaal heeft omgedraaid. Deze guy is echt een figuur, man. Ik kan hier niet in de zon zitten, want iedereen kan over die helling of hoe heet dat? Ja, over kijken. Die schutting heen kijken. Want dit is... Doet u dat graag, zo over deze schutting heen? Ik kijk hier ook. Het is waarschijnlijk niet veel te zien hier over de schutting hier. Nou ja, er is heel veel te zien. Ik bedoel, weet niet wat u het doet. Ik zou niet weten waarom ik iedere dag over die schutting moet kijken, maar als ik hier langs mijn vijver ga, dus ja, logisch dat je eens daar of daarheen kijkt, maar ik ga niet extra over die schutting liggen hangen. Dan gaan we naar uw tuin. Hij is een stuk lager aan deze kant. Ja. Hoe hoog is die nu? Oh, die is echt klein, man. Staat er gemeten 1,20, zeg onder bij 1,20, tussen 1,10 en 1,30. Ja. En hoe hoog zou die zijn als hij 2 meter was vanaf hier? Dan zitten we hier. Bij mijn duim. Bij uw duim. Bij de duim. En dat zou voor u perfect zijn. Perfect. En hoe zou het voor u zijn als hij zo hoog werd als wij onze? Dat is voor mij geen probleem. U zei dan niet, dan krijg ik een opgesloten gevoel. Als het wel een persoonlijke schutting wordt. Wauw. Dus eigenlijk exact wat ik zei. Verhoog de schutting. Hoe kunnen mensen zo dom zijn? Ik wil nu naar de heren van het kadaster om te kijken op wiens grond de muur eigenlijk staat. De muur staat geheel op het perceel van huis nummer 16. Van Zwiers. Laten we naar de achterkant gaan, want daar staat een aanhanger. Wat is hier aan de hand en wat wilt u hier niet? Wat ik hier niet wil is, dit is die hoek, is ook van de openbare weg van de gemeente. En wij hebben allemaal gezegd gekregen, hier achterom mag niks geparkeerd worden. Het gaat zich mij daarom dat hun gewoon alles doen waar ze zin in hebben. Hey, dit vind ik zo'n Karen move, hè. Dit is zo'n Karen move. Ze hebben zeg maar een soort aanhangwagen voor hun eigen huis gezet en zij vindt van nee, dit moet weg, want dat mag eigenlijk niet. Karen! Maar de regel is dat hier niets mag staan. En als je van onder op komt rijden, dan komt van boven in af. Maar dan neemt u het eigenlijk nu voor de gemeente op. Ja, de gemeente is ook hier geweest. Dan ga ik nu aan het kadaster vragen op wiens grond deze aanhanger staat. Die aanhanger staat in zijn geheel op de gemeentegrond. Helemaal op gemeentegrond. Ja. Nou, daar had ik u voor nodig. Dan dank ik u heel hartelijk daarvoor. Dan heb ik hier nu genoeg gezien. Wacht. Dus er was een guy helemaal hierheen gekomen voor deze opnames. Om één simpele vraag te beantwoorden. Ja, hij staat op de grond van de gemeente. Thanks, daar had ik je voor nodig. Nu mag je weer oprotten. Waar slaat het op? Nou, ik heb de beelden van de doomcamera kunnen zien. Die kan zowel de voorkant als de achterkant van het eigen perceel van Lebski gewoon bekijken. Maar ook dat van de buren. En... dat overschrijdt de grenzen van de privacy, de persoonlijke levenssfeer van de buren. Met een sticker of met een kapje, die kosten bijna niks. Dat is een oplossing van een paar euro. En dat is voor mij geen optie. Want ik weet, als het een paar weken het kapje erop zit, dan wordt er weer een laddertje heen gezet en dan klimmen ze weer naar boven, wordt het kapje eraf gehaald. En dat kan ik vertrouwen kunnen niet terug. Waarom ik dat wantrouwen groot is bij deze mensen? Ik zie heel erg groot. Ik zie reusachtig wantrouwen. En er wordt wel over de camera gesproken, maar niet over onze privacy. Dat wil ik even zeggen. Maar daar gaan we het wel nog over hebben. Want meneer steekt vanaf zijn middel boven de schutting uit. Ja. Ben even niet kleiner. Voor de privacy is het een niet erg geschikte schutting. Nee. Dan hoef je geen volwassen te zijn tot zo. Een lilliputter kan er nog overheen kijken. Klopt. En die hoeft niet op een trapje te gaan staan. Hé hey bro, zelfs jij kan overheen kijken. Oh, je slecht grap. Ik merkte dat u het allebei niet vervelend vond als die schutting hoger zou worden. Dan resteert eigenlijk alleen de vraag, wie gaat dat betalen, toch? U zegt... Mag die op mijn muur geplaatst worden dan? Hm? Die mag dan ook niet op mijn muur geplaatst worden. Dat zou ervoor moeten zetten. Dat is die muur niet sterk genoeg voor. Ze 2 meter willen hebben. Ik heb een bouwpatholoog hier. Ja. Want u doet hier bouwkundige uitspraken die ik niet kan toetsen. Nee, maar u hoort wat ze zeggen. Voor mij betreft is het gewoon bouwkundig goed mogelijk om een houten schutting nog 60 centimeter te verhogen. En gewoon op dezelfde muur te kunnen plaatsen. Deze mensen, wauw! Ja nee, die schutting kan niet op onze muur geplaatst worden. Dan gaat die muur kapot. Er zit letterlijk een bouwkundige die zegt, ja, kan gewoon. Er was schade geconstateerd aan die muur door de familie Lebski. En die gingen ervan uit dat waarschijnlijk door de vijver zou komen. Ik denk dat u dacht dat het water misschien zo'n druk op die muur uitoefende dat die ging opbollen. Dat, hij is vrij lang, 1,30 meter denk ik uit mijn hoofd. Dat daar een breuklijn in zit is niet zo verwonderlijk. Zeker een muur van 40 jaar oud, dat hij een keer ergens inscheurt,
Ja, daar schrik ik niet van. De breuklijn bevindt zich ook niet bij de vijver. De muur is niet gevaarlijk. Nee, ik zie daar echt geen gevaar in. Nee. Laatste punt, de aanhanger. U heeft zich opgeworpen als handhavingsambtenaar. Ja. En mij gevraagd om uw buren te verbieden om op openbare grond... Ik heb dat niet gevraagd. Die zijn daar geweest van de handhaving. Ja. En hebben gezegd dat die aanhanger weg moest. Maar u zegt, ik heb handhaving gesproken. Ja. Die handhavingsofficier die heeft tegen mij gezegd... dus de rijdende rechter komt hier naartoe. Serieus? Hij zei, weet je wat, dan ondernemen wij geen actie... totdat de uitspraak is geweest van de rijdende rechter. Ja. En daar wacht hij op nu. Ja. Wat doet die aanhangwagen daar? We hebben die aanhangwagen neergezet en bij is op een gegeven moment... je kan niet zien of er rotzooi in die aanhangwagen ligt of niet. Dat nee, kun je niet kan ik niet zien. Ja, want daar ligt een dek. Daar ligt een deksel, daar ligt een dek overheen. We hebben drie tuinstoelen opgelegen. Hey, dit gaat echt helemaal nergens over. Dit gaat echt helemaal nergens over. Zitten ze nou te klagen dat je rotzooi in die aanhangwagen kan zien? Wie boeit die aanhangwagen? Kan je dus klagen over die camera? Dat snap ik. Dat is gewoon niet fijn dat mensen naar de midden kunnen kijken. Maar als je klaagt over een random aanhangwagen die voor hun deur staat, boeien! Ik heb hier genoeg gehoord. Ik ga over die zaak nadenken. En ik zie u graag terug in Slot Zeist. Het is tijd voor de uitspraak! Oh, wie heeft gelijk? Wat gaat er gebeuren? Mogen de camera's blijven hangen? En wat moet er gebeuren met de muur en de schutting? Het antwoord komt natuurlijk weer van meester Reed. Oh, hij is ook de rechter. Oh, hey. De aanhanger achter, bijvoorbeeld. Hij staat op gemeentegrond. En het is dus een gemeentekwestie. De gemeente is geen partij in dit geding. Ik doe daar geen uitspraak over. Wacht. Voordat we überhaupt verder gaan. Is het jullie opgevallen dat zij een hond mee hebben in een kinderwagen? Oké. Kan ook, denk ik. Ja, nice. Oké, we gaan door. U heeft op uw terrein werkende en niet werkende camera's. U wilt voorkomen dat er nog meer geliefde sculpturen uit de tuin worden ontvreemd. En u heeft dat recht, maar dat recht kent grenzen. Ik heb vastgesteld dat uw hele hof wordt gefilmd. En dat is helemaal niet nodig ter bescherming van uw eigendom. En ik zal het u dan ook verbieden. Uw camera mag geen inbreuk maken op hun privacy. Een professioneel bedrijf moet een kapje op de domecamera plaatsen, waardoor zij buiten beeld blijven. En van dat kapje moet u verder afblijven. Nee, hey. Best wel logische uitspraak, hey. Ik weet trouwens nou niet voor welke partij ik ben. Ik vind ze allebei eigenlijk gewoon kut. Nou, we zien wel. De scheidingsmuur tussen uw erven is een bijzondere. Het is eigenlijk een grondkering. Hij houdt de grond van het hoger gelegen terrein van u tegen. En hij staat ook helemaal op uw grond. Hij is dus van u. De muur hoeft niet hersteld te worden. Nog de scheuren, nog de lichte helling. De deskundige heeft laten weten dat het allemaal geen kwaad kan. De muur is voldoende solide. Zelfs als daar een hogere schutting op komt. En daarover het volgende. U wilt dat deze een totale hoogte krijgt van 2 meter. Het burgerlijk wetboek zegt dat buren recht hebben op een 2 meter hoge schutting tussen de erven. In uw geval zou dat betekenen 2 muren naast elkaar. En dat vind ik in dit geval niet logisch. En onnodig. En daarom moet u de schutting op de muur verhogen, zodat deze combinatie in totaal vanaf uw kant 2 meter hoog is. Nee! Woe! Dit zijn echt de meest logische uitspraken tot nu toe. Ja, zorg ervoor dat je de buren niet kan zien. Yo, verhoog je schutting. Hebben ze hier nou zo lang om moeten vechten? Had ik je ook kunnen vertellen. Oh, wacht, dat deed ik. En u moet het ook betalen, want het is uw muur. Dit is mijn uitspraak. En zo zit het. Damn! Dus deze guy heeft eigenlijk zichzelf gefokt. Want de buren die zaten te klagen over het hekje. Waren zelfs bereid te betalen voor een hoger hekje. Nu moet hij het zelf doen. Oh, kijk, ze blij zijn dan. Ik zie u beiden eigenlijk tevreden lachen. Mag ik het zo samenvatten? Nee, ik ben tevreden. U bent tevreden? Ja, want u wilde mee privacy. En er komt dus een hogere schutting. Ja. Jullie hebben nu een uitspraak. En zij keken best wel zuur. Ik denk dat ik weet wie de winnende partij hier was. Ah ja, was toch wel een interessante aflevering. En ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat jullie hiervan vonden. Want het was de eerste keer dat ik hierop heb gereageerd. Als jullie trouwens ook nog specifieke afleveringen hebben waarvan je denkt, hey, Hamme, ik moet deze zien. Laat dat zeker achter in de comments. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.